Het stuwensemble Nederrijn en Lek bestaat uit 3 stuwcomplexen. Bij Driel, Amerongen en Hagestein. Met het stuwensemble reguleert Rijkswaterstaat de waterstand in de Nederrijn en Lek en in de IJssel. De stuwen zijn al 50 jaar in gebruik. Daarom zijn ze toe aan een grondige renovatie. We vervangen onder andere de vizierschuiven, een bijzonder onderdeel van de renovatie. Voordat we de oude vizierschuif verwijderen, wordt een tijdelijk keermiddel geplaatst. Het tijdelijk keermiddel plaatsen we voor de bestaande vizierschuif. De oude vizierschuif wordt in 3 delen verwijderd met een drijvende hijskraan. Het tijdelijk keermiddel neemt de waterkerende functie van de vizierschuif over. Vervolgens plaatsen we de nieuwe vizierschuif. Dit moet op de millimeter nauwkeurig gebeuren. Ook vervangen we de kabels en het machinewerk. Als de nieuwe vizierschuif geplaatst is, kan het tijdelijk keermiddel worden verwijderd. De vizierschuif is weer klaar voor vele jaren trouwe dienst. Elk stuwcomplex heeft 2 vizierschuiven. Rijkswaterstaat voert deze wisseling dan ook 6 keer uit.